DVS TV weekjournaal. Deze week staat er uh, iets bijzonders te gebeuren. Aanstaande zaterdag Lelystad tegen DVS 33 en dan krijgen we de strijd tussen papa en zoon lief Remco Arends, bekend van uh, DVS 33. Ja, klopt helemaal uh, Piet. Leuk. Um, je, hebt, uh, je bent ook uh, een bekende van uh, diverse uh, DVS'ers, uh, natuurlijk de oud-DVS'ers die je uh, die Je moet je sowieso kennen uit de tijd dat je assistent uh, trainer was van uh, Jurgen uh, Sjefzik. Uh, dat klopt, uh, maar dat is inmiddels al een jaar of zeven geleden um, dat ik uh, assistent was bij Jurgen. Dus ja, wie zaten er toen nog bij? Ik denk niet veel spelers hoor van de huidige selectie van uh, DVS. Ehm... Um, ja, Paul Epping ken ik dan vanuit de jeugd van DWS, die ik toen getraind heb, ook de C1. Maar een andere speler kan. Ook kan natuurlijk. Ja, ook kan Kulisas, uh, Nee, ook kan. Ook uh, kan Sojkan. Ook kan Sojkan. Ja. Um, die was er toen bij. Richard Terpstra? Ja, Richard natuurlijk. Maar goed, die is inmiddels uh, uh, afgezakt naar het vierde, helft. vierde. Ja, ja. Naar het vierde elftal. Maar ik denk dat dat de enige is, uh, Okan, van de selectie destijds. Oké, okay. um, je hebt daarvoor, want je zei het net zelf al, uh, ook nog de jeugd getraind. Ja, ik ben uh, van hierin uh, overgegaan naar DVS. Ik uh, heb toen uh, de C1 van DVS twee jaar onder mijn hoede gehad. En uh, daarna ben ik uh, twee jaar assistent geworden bij uh, het eerste elftal. Onder ja, ja, of de Jurgen Sjefcik. Is dat uh, daar bij de jeugd ook het moment geweest dat Mike naar uh, DVS ging? Nee, Mike is toen uh, nog bij hier gebleven. Nog volgens mij nog één of twee jaar. En uh, heeft toen de overstap gemaakt naar uh, VVLG. Waar hij uh, twee jaar heeft gevoetbald. En, uh, en toen uit zichzelf uh, naar DWS is gekomen. Ja, toen Mike naar DWS kwam, ben ik juist weer weggegaan bij DWS. Ja, ja. Uh, kwam, hij, kwam Mike uh, bij de A-junioren naar DWS? Of uh, nog, uh, zat hij toen nog in de B? Nee, in de A-junior. Hij kwam als tweedejaars A-junior binnen bij DWS. Oké, okay. hé, hey, zat het er al een beetje vroeg in bij dat, bij dat joggie, Mike? Echt al op vierjarige leeftijd dat je zegt van hé, hey, die heeft balgevoel. Ja, balgevoel had hij al, ja, inderdaad. Dat is een aangeboren iets bij Mike. En je kon al heel snel zien dat hij het moest hebben van zijn techniek. Um, Mike uh, is altijd uh, in de jeugd de, 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 een van de kleinere geweest, de kleinste spelers geweest. Hij ja, moest vaak uh, het onderspit delven uh, in het fysieke geweld. Uh, maar goed, moest zich dan wapenen met andere middelen. En uh, dat is zijn techniek geweest en zijn inzicht. En, uh, ja, ik zeg altijd uh, kleine spelers uh, worden slim en uh, dat moeten slimme voetballers worden en dat is die absoluut geworden. Ja, dat is die uh, zeker geworden. Ja, <laughs> ik kijk er uh, elke zaterdag met veel plezier naar. Um, jouw uh, trainerscarrière is uh, na DVS uh, 33 hoe verlopen? Ja, na DVS uh, 33 uh, ben ik uh, uh, naar mijn oude club gegaan naar Hierden. Um, daar ben ik uh, dan hoofdtrainer geworden. Um, dat is toch wel heel bijzonder ook uh, uh, van je eigen club eigenlijk hoofdtrainer worden. Ja, dat komt niet vaak voor. Dat is uh, ook niet altijd uh, uh, succesvol natuurlijk. Um, uh, het is niet vanzelfsprekend, laat ik het zo maar zeggen. Uh, het is wel goed geweest dat ik even vier jaar weg geweest ben bij Hierde en toen weer teruggekomen ben uh, bij Hierde. En uh, nou, ik heb daar prachtige jaren gehad. Ja, en uh, daar uh, heb ik ook uh, mooie filmpjes van gezien, uh, gemaakt door onder andere onze cameraman uh, Lex. Met uh, die, die, die film samen met uh, je assistent uh, Bert van der Brink, die nu bij Bas Biddinghuizen zit. Ja, klopt. Uh, en, uh, en, uh, ja, ik denk dat we een goed duo waren, Bert en ik. We vulden elkaar uh, uitstekend aan. En uh, Bert ook een jongen van de club, van Hierde. Uh, ja, en dat, uh, dat is gewoon uh, uitstekend uitgepakt. Uh, we hebben een hele mooie jaren gehad bij hierde. Ja, en uh, nou, toen een beetje op een vreemde manier uh, bij hier vandaag gegaan. Daar heb ik het uh, verder ook niet meer over. En toen uh, ben je op een gegeven moment bij de rode terechtgekomen. Ja, ik ben uh, bij de kleur gebleven. Hè. Van hier de rood naar uh, Lelystad rood. Uh, voor velen een uh, volledige verrassing uh, uh, dat ik naar Lelystad uh, ging. En, uh, ja, dat heeft toch met uh, vooroordelen te maken van mensen die, uh, uh, die Lederstad uh, kennen vanuit het verleden. Um, maar ik heb uh, een hele goede gesprekken gehad bij Lederstad en me goed laten voorlichten van wat mijn uh, taak zal worden bij Lederstad. En dat was bouwen aan een team. Um, met uh, hele jonge spelers, met eigen spelers. En uh, nou, ik kan niet anders zeggen dat uh, ik nu na twee, goed twee seizoenen het uitstekend naar mijn zin heb. Ja, uh, wat, wat, wat voor team kan DVS uh, verwachten? Wat voor voetbal? Uh, hoe, hoe ga jij uh, DVS uh, bestrijden? Of uh, ga je dat niet zomaar even zeggen voor de microfoon? <laughs> nou, kijk, uh, uh, we hebben uh, uh, wat ik al zei, we hebben jonge spelers. Uh, we hebben een jonge groep. Uh, maar het zijn zeer technische spelers. Dus uh, wij moeten het ook hebben van onze, uh, van onze technische vaardigheden. Ja, goed. En uh, dat moet gekoppeld uh, gaan aan een stuk strijd. En. Uh, nou, daar zijn we nog wel eens wisselvallig in. Uh, dat is ook wel een beetje uh, kenmerkend voor uh, de Lelystadse ploegen. Uh, ook Unicum heeft daar wel, uh, wel last van. Uh, maar ik moet zeggen dat, uh, ja, goed, als we dat kunnen brengen, de strijd, uh, gecombineerd met onze technische vaardigheden, dat we, ja, menig team het lastig kunnen maken. Dat wil niet zeggen dat we het DWS zomaar even lastig gaan maken. Maar uh, ik hoop gewoon dat we, uh, dat we uh, toch wel een partij kunnen geven en dat we voor het publiek een leuke wedstrijd kunnen bieden. Krijg je zo nog een speciale behandeling um, in, de, in de wedstrijdbespreking of uh... in de wedstrijdbespreking, maar ook gewoon in het veld? Uh, hoe wordt die aangepakt? Flink. Ja, ja, goed. Spelers vroegen al van. Nu, mag ik zeker geen, nu mogen we zeker je zo niet aanpakken. Ik zeg, nou, ik zeg, dat mag zeker wel hoor. Dus uh, hij heeft maar één keer de das omgedaan met DVS. Uh, want we hebben elkaar al eens een keer eerder getroffen in een uh, officieel duel. Dat was uh, in 2011. Ook voor de Beker. Destijds met Hiede. En uh, ja, toen was het 0-0 uh, met de rust. Daar teken ik nu ook voor aankomende zaterdag. Uh, maar goed, toen zat Mike op de bank en kwam die, uh, na de rust kwam hij in het veld. Ja, goed, en het moest zo zijn dat Mike de 1-0 maakte voor DVS. En dat was wel uh, heel dubbel, moet ik zeggen. <laughs> nou, ik denk dat het zaterdag ook weer uh, gaat gebeuren. Maar uh, nou, <laughs> ik wens je toch, ondanks alles, heel veel uh, succes. En het is natuurlijk een zeer bijzonder uh, duel. Papa tegen zo'n Lief de degens kunnen kruisen. Maar wel heel erg mooi, mooi om mee te maken, Remco. Ja, goed, dat zijn, zijn momenten in je leven die, die vergeet je nooit meer. Dat hebben we al een keer mee mogen maken. En dat het nu nog een keer met mijn andere club Ledenstad, nog eens een keer mee mogen maken. Ja, goed, dat zijn momenten die je, die je onthoudt. En ik kijk er echt met heel veel plezier uit naar uit. En ik denk dat we. Uh, Lederstad en DVS met een goed gevoel zaterdag uh, de wedstrijd beginnen. Allebei afgelopen zaterdag gewonnen. Dus uh, wel broodnodige overwinningen voor zowel uh, DVS als voor Lelystad. Dus uh, wat dat betreft uh, de druk er even af en uh, genieten van het uh, aanstaande duel. Zo is dat. Bedankt namens uh, DVS TV DV en het uh, Weekjournaal. Succes ja, zaterdag. En van Harderwijk flitsen we natuurlijk naar Ermelo. Hier naast me natuurlijk Mike Arends, u allen wel bekend. De zoon van de bekende Remco Arends. Mike, zaterdag staat er het een en ander te gebeuren hè? Ja, dat is weer een mooie, mooi wedstrijdje. Ja. Mooi affiche, ook spannend. Ja, dat we toevallig weer loten tegen elkaar, dat is natuurlijk heel mooi. En dat uh, was drie jaar geleden ook al gebeurd. En, ja, dus, uh, we hadden er al op gehoopt, dus uh, dat is voor mijn vader helemaal mooi. Drie jaar geleden, vertel, je, vertel daar eens wat over. Ook tegen hier, geloof ik. hè? Uh, ja, toen speelde ik hier mijn eerste jaar bij DVS in het eerste. En uh, toen viel ik in de rust in. Toen stond nog 0-0. Dat was geen uh, goede wedstrijd. Toen, uh, ja, toen na een paar vijf minuten, viel de bal op mijn hoofd. <laughs> toen was het 1-0. Dus uh, ja, ik moest wel juichen, natuurlijk. Maar... Was dat ook de einduitslag of uh, uh, hoger? Uh, volgens mij was het 3-1 geworden. 3-1 uiteindelijk? Ja. Nou, je vader is dus nu van Lelystad richting de Rode gegaan. De andere Rode, zeg maar. Echt Lelystad. Ik, ik, ik heb zo'n idee dat jullie aan tafel nog wel eens over voetballen hebben met elkaar, of niet? Ja, eigenlijk sowieso als ik met mijn vader praat bijna wel altijd. En na trainingen natuurlijk als ik hem thuis zie, dan praten we even hoe het is gegaan. En ja, zaterdagavond natuurlijk na de wedstrijd met mijn vader en mijn moeder op de bank. Dus, uh, en nu, is, nu heeft mijn moeder ook weer een mooi weekend. Of tenminste, sowieso een uh, mooi weekend. Want ja, als we allebei verliezen, dan is het niet zo leuk in huis. Maar nu, uh, ja, nu, uh, nu hebben we wel een goed weekend, denk ik. Sowieso. Met ja. Stand ja. ja, precies. Ja. Hey, behouders die uh, ene wedstrijd dat je geschorst was. Heb je eigenlijk uh, constant in de baas gestaan. Hè? Je moet je wel uh, lekker voelen dit seizoen, of niet? Ja, ja die, ene, die, eerste, of die, tweede, die eerste wedstrijd waar ik rood kreeg, was natuurlijk zonde. En uh, ja, daarna heb ik wel alles gespeeld. En uh, ja, ik kreeg wel vertrouwen van de trainer. En ja, daar ben ik wel blij mee. En ja, het gaat ook goed. Alleen uh, score wat minder als vorig jaar, maar ja, het gaat wel. Uh, ik voel me wel lekker, ja. Maar je ben ik wel andere in uh, scoringspositie, zoals die, uh, die, die afgelopen zaterdag, die, uh, die passeerbeweging waarin je Jassin Koet uh, volkomen vrij uh, uh, maakte. Dat was toch wel uh, ja, dat was een beauty, uh, Mike? Ja, ja, soms, uh, soms heb je dat, hè Piet. Ja. Soms heb je die acties. Kijk, ja, ik weet niet, ik uh, kreeg daar de bal en uh, eigenlijk werd ik een beetje naar de zijkant gedwongen. En, ja, ik deed een actie tussen twee man en ja, het kwam goed uit. En toen wachtte ik op het moment, uh, toen liep Jaas in door en toen uh, stond hij helemaal vrij. En het is jammer dat hij niet maakte, natuurlijk. Ja. Precies. Hey, jij bent uh, uh, uiteindelijk uh, uh, samen met Ali Akla in de A-jeugd uh, richting DVS gegaan. Hè? Vertel daar eens wat over. Uh, ja, ik heb eigenlijk. Uh, ik speel nu denk ik al tien jaar met Ali. Onderhand. En uh, even kijken, in VVOG. Ik kwam van hier, B1. En uh, toen kwam ik met een uh, vriend van mij naar VVOG B1. Toen kwam ik bij Ali in het team. En uh, heb ik twee jaar met Ali gespeeld uh, bij VoG in de B1 jaar, in de A1 jaar en de a 1 jaar. En toen, ja, toen heb, ik, heb ik hem eigenlijk ook een beetje overhaal, overgehaald om hierheen te gaan, zeg maar. Ik zei van, uh, ja, ga gewoon mee jongens. Uh, ja. Je hebt ook nog even een, een proefwedstrijd gespeeld bij FC Utrecht, samen met Ali geloof ik, hè? Uh, ja, er waren twee wedstrijden. Uh, dat was toen we in de B1 zaten bij VVG. Ja. En uh, ja, uiteindelijk niet, uh, allebei niet uh, gered, maar ja, wel een mooie ervaring natuurlijk. Ja. Ja. Jammer voor FC Utrecht, zeg. Ja, achteraf wel, hè? Ja, hè? Als ik nu zo kijk, wel, hè? Ja, dat <laughs> dacht ik wel. Want ja, topklasseniveau of, uh, of uh, Jupiler League of e uh, Eredivisie, dat, dat maakt niet zoveel meer uit. Ja, um, nou, het blijft natuurlijk wel een verschil, maar het, is, uh, het zal niet uh, heel, heel veel schelen met elkaar. En ik denk dat je ook uh, af en toe moet je ook uh, geluk hebben in, in het voetbal natuurlijk. Heb je nou voor jezelf het idee dat je zaterdag, uh, omdat je tegen je pa, pa als trainer van uh, SV uh, Lelystad natuurlijk, dat dat nog extra spanning uh, meebrengt? Um, nou, voor mij niet sowieso. En ik denk, uh, nee, voor mij sowieso geen spanning. En ik denk voor mijn vader, uh, ja, die geniet er ook alleen maar van. Dus uh, kijk, als hij nou ook een verlies 5-0 in school vijf keer, maar, ik weet niet of hij dat zo erg vindt. Ik heb ook het, uh, het, het gevoel dat deze trainer uh, de beker ook gewoon serieus neemt. Want dat zag je wel verleden jaar aan Excelsior 31. Dat hij gaat niet met de tweede garnituur of mensen een kans geven. Ik denk dat hij toch wel weer gewoon met de, de bekende basis uh, richting Lelystad gaat, of niet? Um, ja, ik, weet, ik, denk, ik denk wel dat hij gewoon met de basis uh, of met de sterkste elf wil spelen. En, uh, ja, we hebben het er nog niet over gehad verder over deze wedstrijd, maar... Ja, lijkt me wel ja, dat hij gewoon uh, dezelfde opstelt. Ik weet niet wie er vanavond verder meedoet met uh, de tweede van ons. Het ja. tweede speelt voor de bekeren tegen Hulshorst 1 zometeen. Ja, klopt. Ik weet niet wie er meedoet van ons. Maar... Ken jij spelers? Ken jij spelers van uh, Lelystad uh, die, via je vader? Wat, wat, wat is hun kracht? Um, ik, ja, ik ken verder geen, persoonlijk geen spelers, maar um, ja, ik, heb, ik heb wel een paar wedstrijden gezien van hun, maar. Ja, ze zijn wel individueel allemaal natuurlijk, een beetje. En uh, ja, ze zijn wel handig met de bal, allemaal natuurlijk. En ik denk, uh, ja, als ze gewoon uh, goed staan en niet, geen domme dingen doen, dan moet je daar gewoon. Uh, beetje op tempo uh, die bal die jongens uh, eraf rassen. Ja, Als ze gewoon, ja, gewoon spelen hoe we, hoe we kunnen spelen en uh, niet te veel gaan lopen met de bal gewoon laten gaan, dan uh, moet het niet uh, ja, te lastig worden. Je, ge je geeft die ouwe gewoon geen schrijverkans, uh, Mike. Nee, nee, nee. Je moet helemaal oprollen, die jongens. Huh? Zo is dat. Heel uh, veel succes. Ja, dankjewel, Vit. Ja, okay. ja, hartstikke okay. goed. Bedankt voor dit interview.